Like deze video voor de leukste droom ooit, negeer voor een nachtmerrie. Mijn naam is Dutch Schuber en ik loop hier rond in het bos. De voorgaande video is ongelooflijk goed ontvangen, waarin ik eigenlijk op zoek ging naar Slender, maar eindstand SpongeBob tegenkwam. Het leven kan raar lopen. Alleen deze keer ben ik, als het goed is, wel op de juiste plek. Ik ben in het bos waar Slender voor de allerlaatste keer gespot zou zijn. Het is mistig, het is middernacht en ik ben hier alleen. Ik heb wel een zaklamp. Ik weet niet of ik iets aan een zaklamp ga hebben wanneer ik Slender tegenkom. Gosh, ik ben letterlijk nu al een caravan tegengekomen. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik in de middle of nowhere zou zijn. Maar op zich, een klein beetje teken van leven wanneer je op zoek bent naar een 2 meter lange man zonder gezicht die mensen ontvoert. Ja, dat is op zich best chill. Oh my gosh, er is er iemand. Hey dude, rook is ongezond. Nu ga ik je omverduwen. Oh. Ik denk niet dat hij dat leuk vindt. Hij rent ook gewoon weg. Inderdaad, en blijf weg. Oh, eigenlijk had ik dat niet moeten doen. Nu ben ik hier alleen. Laat ik gewoon even naar binnen lopen in deze caravan om te kijken of er wat interessants is. Ik zie niks. Geen papiertjes. Oh my gosh. Dat zijn denk ik geen papiertjes van Slender. Ik dacht even dat dat Slender zijn tekeningen waren. Ik ben zo bang. Ik ga niet voor jullie liegen. Oké, ik ben dus echt letterlijk al 20 minuten aan het rondwandelen. En eindelijk heb ik iets gevonden. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dit iets met Slender te maken heeft. Gelukkig heb ik een zaklamp. Het is een soort van sportveld of zo. Hey, Slender is denk ik wel goed in basketbal. Het is een lange rakker. Oh, snap, wat is dit? Hallo, is er iemand? Ik heb een zaklamp. Er staat er iemand. Oh, wauw. Dit huis is zo gaaf. Oké, ik moet zeggen, heel de Slender vibe is zojuist gewoon verdwenen. Dit ziet er gewoon uit als een mooi huis, waar ik misschien wel even een nachtje kan slapen. De deur zit dicht. Waar ik misschien wel even een nachtje kan... Deze deur zit ook dicht. Waar ik misschien wel even een nachtje kan slapen, zodat ik de volgende dag weer fris en fruitig naar aanwijzingen kan zoeken die mij wellicht tot Slender leiden. Nee, dit is echt prachtig, man. Echt een heel mooi huis. Het ziet er zelfs een beetje ouderwets uit. Ik hoop dat ik naar buiten kan. Let's go. Oh. Alles zit dicht. Oeh, ik moet zeggen, ik heb heerlijk geslapen. Sorry meneer dat ik heb ingebroken in jullie huis en er ben gaan slapen. Hij kijkt echt zo van, ja, gebeurt vaker. Nou ja, als je dat geen probleem vindt, dan leen ik je auto ook wel eventjes. Het is ook gewoon een kind die gewoon een auto eruit intrapt en gewoon die auto meeneemt. Adios, amigos. Op zoek naar Slender en daar voorbij. Oké, ik ga gewoon lekker een stukje door het bos rijden. Slender staat er namelijk wel onbekend dat hij expres aanwijzingen achterlaat. Oh my gosh. Oeh, een boom. Wat niet zo gek is in een bosshop. Zoals bijvoorbeeld tekeningen, et cetera. Oh hey, we zijn er weer. Dit is waar we gisteren ook zijn geweest, right? Kunnen op zich even uitstappen. Alright, laten we gewoon even naar binnen gaan. Misschien kunnen we toch nog iets van aanwijzingen vinden. We moeten toch... Oh! Oh! Dude! Dude! Oh my gosh, dit is niet goed. Oké, luister dan. Er liggen hier gewoon 2 mensen. Ik hoop dat ze slapen. Nee, ze slapen niet. Slaap sowieso niet. Hé, dat zag er niet goed uit. Oké, weet je wat ik ga doen? Maar ik ga gewoon in de auto blijven zitten totdat het nacht is, oké? Dat is de enige manier hoe ik me veilig... Nee, wacht. Ik ga niet in deze man. De voorruit is kapot. Slender kan er lijp ineens instappen. Ik ga in dit busje hier wachten. Oké, de ruit is ook kapot. Ik zet hem alleen wel even op een tactische plek neer, man. Ik bedoel, Slender is immers op die plek geweest waar die dudes net waren. Of nou ja, waar ze lagen, kan ik beter zeggen. Ik zet het gewoon hier bij deze boom neer, man. Dat is een mooie plek. Alright, het is nacht. Ik stap nu de auto uit. Ik heb hier gewoon echt 20 minuten gewacht. Hè. Waarschijnlijk langer. Maar in GTA gaat de tijd sneller. Ik hou sowieso mijn zaklamp erbij. Oké, we gaan wat dieper het bos in. Het is gewoon heel belangrijk dat we... Wat hoor ik? Oh my gosh, luister dan. Dat is letterlijk die bounce die je ook in het Slender-spel hoort wanneer die in de buurt is. Gast, je maakt een grap. Je gaat me niet vertellen dat hij nu al in de buurt is. Dit is wel ongeveer het tijdstip. Oh, dat is een hond, of niet? Dit is wel ongeveer het tijdstip waarop ik gisteren, zeg maar, in dat huis ging slapen. En waarop waarschijnlijk gisteren die dudes zijn aangevallen. Wat is dit? Oh my gosh, er is daar een tractor. Ik weet niet waarom ik zo blij ben om een tractor te zien. Ik bedoel, er zit een killer achter me aan. Tenminste, dat denk ik. Gas, dit is gewoon echt een Slenderbos, man. Wat logisch is, want ja, Slender is hier gespot. Oké, wacht, misschien moet ik mezelf ergens achter verstoppen, in verstoppen. I don't know. Ik voel me echt achterna gezeten, man. En dat bounce stopt gewoon niet. Oké, wacht, ik klim snel even over dit hekje heen. Dat lijkt me een verstandig idee. Ik denk niet dat ik er goed aan doe om stil te blijven staan, man. Dat lijkt me gewoon dom. Ik ben wel echt blij dat ik die zaklamp heb, man. Dat helpt wel echt met gewoon een beetje weten waar ik rondloop. Slender, hallo? Ben je... Oh, oh, wat doet... Ik weet zeker dat ik hem zag. Ik weet zeker dat ik hem zag. Oké, wacht. Laat me snel achter een boom staan. Snel, snel, snel. Ik weet bijna 100% zeker dat ik iemand zag. Geloof. Oh my gosh. Is dat hem? Is dat hem? Dat is hem. Dat is hem. Slender zit achter me aan. Slender zit officieel achter me aan. In het bos. Oh my gosh. En ik dacht letterlijk dat het een hoax was. Ik dacht letterlijk dat het een kampvuurverhaal was, gat. Gewoon dat mensen elkaar een beetje aan het bang maken waren. Dude, hij is kapot. Wat heeft hij in zijn handen? Wat heeft hij in zijn handen? Slender, luister. Ik ben hier om een interview te geven. Nee, laat maar. Oh, oh. Ik moet mezelf ergens verstoppen, bro. Ik moet mijzelf ergens verstoppen, bro, nu het nog kan. Maar ik heb een handlanger nodig, man. Ik had hier nooit alleen naartoe moeten gaan. Ik denk dat ik hem kwijt ben. Ik denk legit dat ik hem kwijt ben. Gelukkig zijn we ontkomen aan Slender. Ik was voor een aantal seconden serieus bang dat we hem niet zouden kwijtraken. Dude, we zijn hem kwijt, eindelijk. Ik was zo bang. Je zag... Oh my gosh, oh my gosh, hij valt me aan. Slender valt me letterlijk aan. Hij is zo snel, hij is zo snel. Het ding is, hij kan natuurlijk teleporteren. Oh my gosh, hij zit op mijn hielen. Ik moet hem kwijtraken. Ik moet een huis, een auto of iets anders vinden waar ik naar binnen kan. Snel, snel, snel. Oh, dit is een van de engste dingen ever. Like no joke, dit is zo creepy. Ik ga hier echt snel weg, man. Hij blijft achter me aan zitten. Hij is veel te snel. Oké, ik heb echt letterlijk 10 minuten lang gerend. Ik denk dat we hem kwijt zijn. Het is nu gewoon de bedoeling dat ik de bewoonde wereld terugvind, man. Dit is legit een van de aller... Oh! Gast.
Hij ligt daar letterlijk. Oh my gosh, hij heeft waarschijnlijk zoveel krachten moeten gebruiken om te teleporteren en achter mij aan te zitten. Dat hij gewoon letterlijk een soort van dutje doet of zo. Doe goed. Oké, we gaan heel dichtbij, man. Dit is een van de engste dingen ever. Hij slaapt letterlijk. Je ziet ook gewoon letterlijk dat hij geen gezicht heeft. Kijk dan. Oh snap, dit is creepy. Zolang hij maar niet achter me aankomt. Oké, snel, zo snel. Oh my gosh, hij blijft er letterlijk staan. Hij blijft er letterlijk staan. Ik zei het toch, hij durft zijn bos niet uit. Oké, nu is het de bedoeling dat ik snel een auto vind. Oh, hij staat er nog steeds, hè. Dit is echt het engste ever. Oké, ik ben dus letterlijk al de hele nacht aan het rijden. En het ziet eruit dat ik eindelijk het bos ga verlaten. Ik zit ook echt in een zieke auto. Zo'n soort van gekke zombie-apocalypse auto. Oh my gosh. Dit is de reden waarom je niet twee dingen tegelijk moet doen. Hier kan ik hem op zich parkeren. Vraag me niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen. Maar ik heb even een helikopter geleend. Gestolen, geleend. Iets met gestolen. Ik ben op een compleet andere locatie op dit moment. En het heeft niet meer zoveel met Slender te maken. In de vorige video kunnen jullie je misschien nog herinneren dat ik een mega UFO heb gevonden. Een unidentified flying object. Ik schrok ervan. Ik zat erin. Het was epic. Alleen deze keer is er een melding geweest van een boerderij. En daar zijn we nu. Waar aliens schijnbaar alle koeien hebben opgegeten. Nee, niet zoals bij de McDonald's. Oprecht. Gewoon met huid en haar. Verslonden. En ik ben hier dus nu om even nadere research te doen. Ik wil eigenlijk kijken of ik met de boer in konijntjes. Of ik met de boer in gesprek kan gaan. Oh, daar staat hij al. Ik heb een afspraak met hem gemaakt, dus ik kan hem als het goed is gewoon aanspreken. Zijn naam is Barry. Hey Barry, wat een mooi pak heb je aan. Hey, vertel eens Barry, hoe zit het? Wat is hier precies gebeurd? Dat zijn aliens. Ze hebben mijn koeien opgegeten met hart en haar. Wauw, aliens. Daar zeg je me wat. En wat is de reden dat je gelijk aan aliens denkt toen je je koeien zo aantrof? Heel veel graancirkels. Graancirkels? You are kidding me, Barry. Dat is best insane. Dat is wel meestal wat je hoort met die verhalen. En waarom heb je mijn hulp gevraagd? Wij bij de jongen die Slend heeft gezien. En het heeft overleefd. Barry bro, dan ben je aan het juiste adres. Geef me even, ik zal die aliens voor je inmaken. Maar ik ga eerst even naar binnen houden. Ik wil even gewoon een slokje water of zo nemen. Ik weet niet eens of ik hier naar binnen mag, to be honest. Like, kan het proberen, right? Kan ik hier naar binnen? Oh, kan naar binnen. Dit huis is kapot eng. Wacht even, man. Je gaat me niet vertellen dat hier zometeen een of ander monster zit of zo, toch? Of die aliens hier ineens lijp rondlopen. Bro, dit huis is insane. Check dan. Dit is gewoon echt een. Dit is gewoon verlaten, bro. Dit is gewoon letterlijk een verlaten huis. Waar ik in mijn vlogs naartoe ga, maar dan een GTA. Zal ik gewoon een beetje rondlopen? Oh my gosh, een kelder. Ik weet niet of ik naar de kelder durf, man. Straks zie ik daar ineens een alien. Weet je wat? We gaan gewoon. Ik ben echt spooked out, hè. Ik bedoel, come on man, Slender. En dan nu gelijk doorgaan naar aliens. Ik weet niet of dat echt het meest verstandige idee is. Aan de andere... Doet. Er staat er iemand. Gast, is dat een pop? Auw, dat ziet er lijp erg uit als die Annabelle pop, hè. Ik weet niet of jullie de film Annabelle kennen, maar dat is letterlijk een film over een pop genaamd Annabelle. Ja, het is op zich best wel obvious. Maar meer van, doet, is dat Annabelle? Is zo kapot eng. Het ding is, ik ben wel een kleine gast. Misschien kan ik haar verkering vragen. Annabelle, wil je verkering? Oh, ik vind dit kapot creepy. Eventjes gewoon een klein beetje tot mezelf komen. Ze keek net de andere kant op, hè. Ik ben pretty sure dat ze net de andere kant op keek. Dit is een van de allerengste dingen ever. Ik dacht dat Slender eng was, maar die Annabelle... Doet. Oh, ze zit achter me aan. Ze zit letterlijk achter me aan. Ik maak geen grap. Of niet. Ja. Snel. Ik wil hier weg. Ik wil niet meer spelen. Ik wil gewoon niet meer spelen. Waar is de buitenkant? Waar is de deur naar buiten? Oh my gosh, ik heb mezelf ingesloten. Nee, is ze weg? Gast, dit was echt het engste. Kapot eng. Oké, ik ga gewoon weg. Oh, nu doet ze weer alsof ze een pop is. Ze wil gewoon niet laten zien dat ze leeft. Ik ga weg hier, man, ouwe. Even serieus, ik wil gewoon weg hier. En dan te beseffen dat ik nog steeds niks heb vernomen van die aliens. Oh, maar die koeien, wat was daar nou mee? Zeg maar, alle koeien die waarschijnlijk in deze soort van stal hebben gezeten... die zouden dus gewoon ineens, ja, verslonden zijn door aliens. Alleen aan die informatie heb ik niet zoveel. Tenminste, daaruit kan ik opmaken dat er aliens zijn geweest. Ja, hij zegt dat hij een graancirkel zag. Maar om dan gelijk te concluderen dat het aliens zijn... Kijk, ik heb in ieder geval mijn zaklamp. Die pop vind ik echt terrifying. Moet ik meer onderzoek doen naar de Annabelle pop in dit spel? Laat het in de comments weten. Oké, ik heb een voor gekozen om naar de locatie toe te gaan waar de boer schijnbaar een alien graancirkel zou hebben aangetroffen. Ja, een alien cirkel. Het is niet alsof een alien met zijn bil erop is gaan zitten. Maar meer van waar de UFO is geland. Waar hij denkt dat de UFO is geland. Alleen ik zie helemaal niks. Zou het kunnen zijn dat ik gewoon keihard in de maling ben genomen? Dat deze dude gewoon graag even een praatje met mij wil maken omdat ik die gast ben die Slender heeft ontmoet? Ik bedoel, Annabelle bestaat. Dat is één ding wat zeker is. Die hebben we ook gewoon gezien. Nee, het regent ook kapot hard, man. Dat is niet gast. Ik schrok, man. Is dat een wolf? Oké, misschien is het een verstandig idee dat we weggaan. Ik vind het eigenlijk ook wel mooi geweest voor deze video. We hebben bijna... Doet. Wacht even, man. Luister dan. Er staat daar letterlijk een... Is dat een alien? Wacht even, man. Dat is geen alien. Ik wil zien of dat een alien is. Is dat een alien? Het lijkt me oprecht handig dat ik er vandoor ga, man. Ik heb er echt geen vertrouwen. Waar is die? Hij staat er niet meer. Oh my gosh. Hij loopt daar. Hij loopt letterlijk daar. Oh, snap. Ik net hem even gezien. Heeft hij me gezien? Hij komt wel deze kant op. Nee. Hij heeft me gezien. Hij heeft me sowieso gezien. De alien heeft me gezien. Ik wil niet mee naar je planeet. Ik weet niet waar je vandaan komt, gat, maar ik wil niet met je mee. Oh, snap, hij komt letterlijk op me aflopen. Dit is kapot eng. Wacht, misschien is een UFO hier ergens. Ik moet toch iets hebben om mee te ontsnappen. En ik heb zelf geen fiets, geen motor, geen auto. Ik ben een kind. Oké, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon terug. Oh, daar zijn de koeien. Dit zijn letterlijk de koeien. Oh my gosh, misschien is het niet handig dat ik de alien... Oh my gosh. Oké, wacht. Ik denk dat hij de koeien deze keer wel wat rust laat. Hij zit namelijk letterlijk achter mij aan. Hij heeft liever een Dutch Stroober dan een koe. Hey, dit is kapot eng. Ik weet niet wat ik moet doen. Wat voor geluid is dat? Oh my gosh, ik denk dat hij iets...
ik denk dat hij iets wil zeggen. Ik denk legit dat hij tegen me wil praten. Ik weet niet wat ik wil zeggen. Misschien vindt hij dat mijn haar goed zit. Oké, luister dan. Ik loop letterlijk achter een koe. En ik zie de alien op zijn telefoon zitten. Zolang ik achter de koe loop is het goed, want ik kan die me niet zien. Het lijkt alsof die iemand aan het bellen is of zo. Gast, ik wist niet dat aliens telefoons hadden. Oh my gosh, hij is letterlijk aan het bellen. Hij is letterlijk aan het bellen, oké. Hij is niet gefocust op mij, dit is mijn moment om weg te komen. Oké, ik ga gewoon langs hem heen fietsen. Wow, wat gebeurt er? Mijn spel crasht. Nee. Oké, ik weet niet of dit door de alien komt. Misschien heeft hij mijn GTA laten crashen. Of misschien houdt GTA niet van fietsen in de regen. Maar mijn spel is gecrashed. Moet ik een deel 2 maken? Oké, die alien geloof ik wel. Ik heb hem immers gezien. Alleen dat Annabelle, dat fascineerde mij het meest. Moet ik een volgend deel maken? Of gewoon een nieuwe GTA video met Annabelle? Misschien een zoektocht naar een andere creepypasta? Laat het in de comments weten. Slenderman, check. Annabelle, check. Alien, check. Job die bang is, check.